Hup, hij loopt. Staan we hier. Harry, ben je ook in beeld? Even kijken of ik in beeld ben. Ik ben in beeld. Maar nou is de vraag of jij het ook bent, Dick. Als wij samen willen. Ja, ja, ik ben het ook. Zullen we even draaien, net zo? Ja, zeg. Oh, mag zeggen, jij bent de baas. Nu sorry, even. Zo. Kijk. Zo staan we goed. Doe het goed. Ja, zo staan we. Kijk, Dick. Ja. Zo sta je er goed op. Dat zullen we ook de sponsor er nog even op zitten? Zo. Is hij ook weer blij. Ja, nee. Kijk. Goed. Je houdt er goed rekening mee. Ja, goed zo. En hier sta je nou bij Sparta. Nou, dat is mooi om af te sluiten, toch? Ja? Ja. Is dit ook echt een afsluiting voor je? In principe wel. In principe is Sparta wel mijn laatste club, ja. Meen je dat nou? Nou, weet ik veel. In principe. Ja, maar ik heb je er al eens meer horen zeggen. Ja, nee, dus dat wil ik het wel even goed horen dus nu. In principe. In principe. Wat houdt dat dan in? Dus je houdt... Kijk, die twijfelt toch weer, hè? Ik twijfel nog steeds. Je twijfelt nog steeds. Waar twijfel je aan? Vertel mij. Nee, joh. Vertel mij de twijfel. Je moet wel een keer stoppen natuurlijk. Ondanks dat ik het hartstikke leuk vind, ja, wordt het wel een keer tijd om te stoppen. Ja? En dat ga je dan ook echt doen, denk Waarschijnlijk ik? Waarschijnlijk wel, ja. En wat ga je dan doen dan? Ja, nou, dan moet ik nog even kijken. Nou, ik weet het niet, Harry. Heb je hobby's? Nee. Nou, ja, een beetje tennissen. Tennissen vind je leuk. Lezen. Ja. TV kijken. Ja, maar ja. Wandelen. Ja, nou, Dick, dat duurt 3 weken en dan vervel je helemaal de kleren. Nou, tegen die tijd zal er wel weer een clubje komen. Ja, als je... Ja, toch? Ja, dan zeg jij toch weer ja. Ja, dat is een beetje het probleem. Ja. Zo is het ook bij Sparta gebeurd. Ja. Dus... Ja, dus je gaat we wachten gewoon. Ja, dus de mededeling is eigenlijk, Dick gaat niet stoppen. Dat is wat we hier horen. Dat laat ik aan jou over. Ja, maar dat is ongeveer wel de mededeling, toch? Ik laat gewoon alles om afkomen. Ja, precies. Dat is toch beter? Ja. En dan zie ik het wel. Ja, die stopt dus niet. Nou, Sparta, vertel mij, wat gaat er gebeuren? Ga je het redden? Ga je het niet redden? Nou, we zijn in ieder geval blij dat we toch nog in de... In die na-competitie zit? Na-competitie, want toen we kwamen stonden ze op 11 punten. Dat is natuurlijk heel erg weinig. Maar ik heb er wel een goed gevoel bij. Jij hebt er wel een goed gevoel bij? Ja. En waar is dat op gebaseerd? Tell me. Nou, omdat er in ieder geval jongens zijn die alles geven. Ja. Die ook naar hun kwaliteiten spelen. Ja. Soms wil je wel eens dat ze wat meer zouden hebben. Ja. Maar het is wel een ploeg die iedere wedstrijd wel probeert tot het einde te gaan. Dat is belangrijk. Dus hebben ze jouw mentaliteit, die jongens? Nou, sommigen wel, ja. Oh, niet allemaal. Maar niet allemaal. Nee, dat hebben ze niet allemaal. Nee. Nee. Maar dat kan ook niet. Dat kan. Nee. Zou je wel willen misschien? Dat zou ik wel willen. Ja, ja, maar dat is niet zo. Nee. Nee. Moet je horen, ik heb nog één dingetje voor je. Ik heb hier een bal liggen. Ja. Wil je daar even een handtekening op zetten, alsjeblieft? Een mooie handtekening van Dick op de bal. Daar komt hij. Ja, daar gaan we. Ja. Zo. Nou, ja. Mooie kan niet, Harry. Nou, hè? Het gaat je goed. Ja, het gaat jou ook goed. Dankjewel. Alsjeblieft. En nog één ding. Sparta zit er nog in over een paar... Stel volgend jaar in de Eredivisie. Ja, ga ik wel dat is het enige wat ik wil weten. Daar ga ik wel vanuit. Sparta in de Eredivisie. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, hey, Harry, mag ik wel wat zeggen? Ja. Je zit nu bij een ander bedrijf. Maar vroeger kwam je altijd met een doosje met lekkere wijnen. Ja. Is dat er niet meer? Is dat niet meer? Dat is niet meer, nee. Dat is de reden waarvoor ik meedoen. Ja, je hebt wel gelijk. Vergeet niet zo. Dat waren goede oude tijden. Maar goede tijden, hè? Dat waren goede oude tijden. Ook leuke tijden.